Goedendag allemaal. In veel regio's is de schoolvakantie van start. Een tijd om erop uit te trekken. De terrassen zijn gevuld met gezelligheid en bij de restaurants stromen de reserveringen binnen. Een drukke tijd voor de horeca. Gelukkig is het nu ook de tijd van supermooie seizoensgroenten en fruit. Wat dacht je bijvoorbeeld van de coco de pimpol of het steenfruit dat nu volop in het seizoen is? Genoeg moois om de lekkerste gerechten te maken. Zoals ik u net vertelde is het nu echt seizoen van het steenfruit. Perziken en nectarines bijvoorbeeld zijn er in heel veel soorten en maten. Geelvlezig en witvlezig en allemaal even lekker. Heel bijzonder zijn de pestevigne, oftewel de wijngaardperziken, mooi rood van binnen en ook echt wel een andere smaak, dus echt een aanvulling in het assortiment. En de nectarvigne is ook een hele bijzondere, beide uit Frankrijk, een kort seizoen en een fantastische smaak. Het Nederlandse pruimenseizoen is begonnen met mijn favoriet, de Hollandse opalpruimen. Mooi wit vruchtvlees, sappig, losse pit en echt een mooie pruimensmaak. En daarnaast zijn we ook alweer begonnen met de originele Rijne Clauden uit Spanje. En later komen ze weer uit Frankrijk, maar het pruimenseizoen is begonnen. Naast de zoete en stevige Syriza kessen hebben we nu ook de originele morellen, de zure kessen, oftewel de Belgische krieken, echt zuur. Dus weer andere toepassingen voor uw gerechten met de kers. Het is nu seizoen. De originele coco de pimpol, die komen natuurlijk uit Pimpol in Bretagne. Een mooie witte boom, verse witte boom moet ik eigenlijk zeggen. Dus vol van smaak met de frisheid van het seizoen.